Hallo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik reageren op super satisfying filmpjes. Ja. Dus, ja. Deze video's zijn dus 99,9999% satisfying. En dat moet je vinden op het kanaal Lena Slime. En we gaan beginnen met de video van 14 minuten. Innovation Metal Detox. For stronger hair and long-lasting color. Shop now. Okay. Er gaan satisfying geluidjes tussen stars, en daarin gaan ze dus slime maken. Netflix, Disney Plus. Met make-up. En je gaat satisfying geluiden horen. Kijk, we zijn begonnen. Oh, love dit gewoon, love dit. Oh, satisfying. Ah! Als dit filmpje gedaan is, stop de video. Logica. Oh, ze gaat dit versus dat doen. Nee, andere video. Van één bepaalde kleur wil ik eigenlijk. Maar dat hebben ze niet, blijkbaar. Ja. Oh, wait, hier. Rainbow. Voilà. Oké, nee, wait. Dat is ook verkeerd. Het is altijd met twee verschillende kleuren. Ik kan ze dan niet eens in één bak doen. Waarom moet dat per se in twee bakken? Boei. Oh, oh, oh. We gaan weer verder met de regenboog. Hier, dit. Voilà. Oh, satisfying. Sorry hoor, maar mijn satisfying meter staat op 100. Ik ga jullie even laten genieten van dit. Oh, dit duurt 20 minuten. Wat leuk. Sorry hoor, maar ik ga het doodgaan. Nee hoor, grapje. Het is echt zo satisfying. Ik heb letterlijk kippenvel. Ik heb zoveel kippenvel van die geluiden. Sorry, ik ga even dood. Oh, dat zijn dus toch zo van die lippen. Van die dingen dat je op je lippen moet doen. Ik heb dat een keer gedaan. En dat smaakte naar watermeloenen. En ik had het toen opgegeten. Ja. Dat moet je niet doen. Ik ben niet zo verstandig. Oh, die was vet. Die was vet. Oh. Sorry, maar ik heb overal kippenvel. Wat? Waarom doen ze groen bij blauw? Dat. Wat? Dat moet je toch bij groen doen. Niet bij blauw. Oh, weet, op de verpakking stond er blauw. Oké. Okay. Oh, I love it. Ik heb zoveel kippenvel. Oh, I love it. Oh, sorry. Ik ga even dood. Ja, dat heb ik al gezegd. Dit roze. Dit is niet het juiste roze, mevrouw. Maar boeiend. Het is toch zo satisfying. Wat is dit? No, lippenstift. Dat is echt unsatisfying, hè. Onsatisfying. Niet satisfying, hè. Die lippenstift... Oh, dit is wel satisfying. Maar die lippenstift, als ze daar echt zo afkraken, dat is echt niet satisfying. Daar hou ik niet zo van, maar boeien. En dan moet je dat helemaal kneden. Oké. Okay. Oh, dit wordt satisfying. Oh. 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 Waarom doen ze... Oké, dat wordt dus het groene potje. Oké, dat wordt dus het groene potje. Okay. En de andere is dan eigenlijk blauw. Maar ze hadden geen groen blijkbaar bij dat eerste. Dus hebben dan blauw groen moeten pakken. Ik zeg hem een appelblauw zeegroen. Oké, maar dat is zo serieus. Er hangt er nog een brokje, mevrouw. Het hangt er nog... Oké, het hangt... Ja. Het enige wat ze doet is dan een beetje aan de kant vegen. Maar boeien. Ik ga dood. Let's go. Oh my god, ik ga echt zo hard dood. Wat? Dat doet ze daar dan nog bij ook? Wacht, ze hebben geen paars gebruikt. Wat? Je had dan beter dat donker... Advertenties. Video wordt afgespeeld na advertentie. Oké, eindelijk. Nu houdt het terug door. Oh, dit had ze dus bij paars doen. Oké.
Oh, love that, love that. Dit zijn eigenlijk gewoon de Rainbow Friends kleuren. Oké. Oh my god. Ah, kijk, dan gaan ze het ook nog bij oranje doen. Oh, oh, ik ga dood. Dat heb ik al gezegd. Oh, maar dit is zo satisfying. Ik heb het al keiveel gezegd, maar ik meen het echt. Ik heb zoveel kippenvel. Ja, yeah, I love it. Oh, vroeger keek ik altijd van die filmpjes. Heel de dag keek ik dit. En toen was ik dat eigenlijk een beetje vergeten, omdat ik toen DutchTuber kende. Je weet wel, en dan daarachter, toen ik DutchTuber kende, toen ben ik eigenlijk Roblox beginnen spelen. En dan heb ik mijn eigen YouTube-kanaal begonnen. En ja, dat was dus Jutta de Bruyne. Mijn andere kanaal, linkje in de beschrijving. Ja, vroeger maakte ik daarop video's. Maar toen ineens was ik de account kwijt, omdat mijn iPad gereset moest worden. Omdat ik te weinig opslagruimte had. En daardoor was ik mijn kanaal kwijt. En had ik dus dit kanaal. Dat noemde eerst Hannelore Vermeulen. Maar ik dacht van, ik ga het dan veranderen naar Flinktuber. En toen heb ik mijn eigen logo. Maar eerst was het dus mijn foto van ik. Zo super raar. Weten jullie waarschijnlijk wel. Dan was het mezelf, toen ik juist uit de pot kwam. Ja, en nu heb ik dus mijn eigen logo. Die ik zelf heb gecreate via CapCuts. En ja. Oké, we gaan verder. En toen keek ik daar eigenlijk nooit meer naar zo'n filmpjes. En toen dacht ik ineens aan Slijm, omdat ik een video had gezien op mijn For You page. Van meester Jamila Slijm maken. En toen dacht ik daar zo aan. Oh, en toen wil ik het direct weer doen. Dus ja. Oh, love it, love it, love it, love it, love it. Love it, love it. Love it. Oh my god. Ik hou zoveel van. Oh, satisfying. Dat is echt super leuk dat. Oh. Ah. Oeh. Het zit nog een beetje in mijn dam. Ja, dat is van dat liedje van Cosmos van de Masked Singer. Ha, 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 ha. Ain't nobody makes me happy. Ain't nobody makes me feel this way. Ain't nobody. Ja, het is goed. Oké, en trouwens, check ook de Masked Pop. Wait, er is daar zo'n keigrote brok van gevallen. Dat is echt niet satisfying. What? Ze doen dat daarom. Oh. Ik dacht dat dat oranje was, maar die andere is oranje. Ik begin kleurenblind te worden. Denk ik. Nee, oké. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ze doen altijd zoveel in die rode. Maar boeien. Oh, love that, love that, love that. Oh, love that, love that, love that. En er zit geen geel bij. Love that, love that, love that. Oh, groen. Mijn lievelingskleur. Oh, ik hou het. Ik hou het meest van de groene. Ja, want groen is mijn lievelingskleur. Ah! Je hoorde echt zo'n piep. Wait, luister dan. Shh. Je hoorde echt zo'n piep. Ah, dat vind ik echt niet leuk. Luister. Luister. 3, 2, 1. Wait. Ah! Hoorde jullie die piep? Ah, ik kan er echt zo niet tegen. Maar boeien. Oh. Ja, Jutta, stop met dat ze zingen. Ho, 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 ho. Ain't nobody makes me happy. Ain't nobody makes me feel this way. Ain't nobody makes me happy. Ain't nobody makes me feel this way. Ho, 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 ho. Ain't nobody makes me happy. Ain't nobody makes me feel this way. Ja, Jutta, stop maar. De kijkers hebben al genoeg pijn aan de oren. Maar eigenlijk kan dat niet, want ik heb geen ja. Het lijkt me wel zonde om al deze make-up te verspillen. Maar als je iemand bent zoals mij, die geen make-up gebruikt, dan ja, ik zou dat eigenlijk ook wel doen. Zo smurrie maken. Als ik moet eten, dan gooi ik het ook lekker poespas door elkaar. Dus ja, het is een beetje normaal. Oh, ho, ho, ho. Ain't nobody. Jutta, stop maar ain't nobody te zingen. Ja, dan zing ik wel alle liedjes. Ah, freak. Van de Masked Singer. Le freak, so chic.
Freaka. De freak. Zo chic. Dat was van Skiwi. Dan van Rood Licht. Die eerste. I keep dancing on my own. Maar de rest kan ik niet eens. So far away, but you so dear. I'm in the corner, watching you kiss. Oh. Ja, en de rest kan ik niet. Dan hebben we... wie was er nog? Ah ja, Leo. I was made for loving you, baby. You are made for loving me. Ja, was er nog iemand? Ah ja, Superstar. A little bit dangerous. So, so in the you, in the you, in the you. Ja, is er dan nog een? Ik ben aan het denken. Is er nog een van de Masked Singer? We zijn ongeveer misschien 10 minuten bezig, denk ik. Dus, is er nog een van de Masked Singer? Ja, normaal gezien wel. Wie hebben we nog aan het denken? Ja, Foxy Lady. Maar dat ken ik niet meer. Ah ja, Vlinder. How long will I love you? Ja, sorry, ik kan echt niet zingen. How long will I need you? Sorry. En Colonel Mops. Sweet Caroline. Whoa, because I never see so good. Ja, Blijf er wel maar kijken naar de satisfying filmpjes. Is er nog iemand? Maar waarom ligt Vlinder eruit? Kan iemand me dat vertellen? Is er nog iemand van de Masked Singer die ik nog weet? Ah ja, Tovenaar. Up in space. En de rest kan ik niet. Ja, sorry. En ook die andere, dat was echt keihoog gezongen. Ik heb erop gereageerd dat dat super hoog was gezongen. Dat was echt zo. Sorry. Ja, Tovenaar zingt wel beter dan mij. En Minotaurus. The show must go on. Ja. En Raaf. In the sky fall. When you're trouble. Ja, sorry. Ik kwam op upload naar video's. En dat was van mijn andere video. En was er nog iemand? Ah ja, Champignon. Aikwane. Chokimon filo. Ainane. Chokimon filo. Ja, sorry, ik kan de tekst niet. My bestie, your bestie. Du-du-du-du-du-du. Your bestie, sit you my bag. Du-du-du-du-du-du-du-du. Talk about it now, hey now. Ja. En hij deed echt zo heel tijd zijn move en zo. Maar ik vond het wel raar dat Minotaurus ineens zo champignon zijn move deed. Dat was een beetje raar. En Mummy. Ra, 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 ah, ah. Ra, ma, ra, ma, ma, ga, ga, oe, la, new matte cover foundation by L'Oreal Paris. The full coverage foundation with 4% niacinamide and skin tone over time. Hey, I made 200,000 Robux in 4 hours just playing this game. Is er nog iets? Now all my friends also of playing ja, iemand? This game Robux. Iets? Even denken. Ah ja, nee, Cosmos heb ik al gedaan. Ain't nobody. En Hippo. It's about time time. En de rest kan ik niet eens. Ja, oké, ik ben niet echt een expert. Dus ja. Ik weet niet of er nog zijn. Waarschijnlijk wel. Ik ben aan het denken... In de Masked Pops heb je Cowboy. I was made for loving you. Ik zal je één tip geven over Cowboy. Ja, het is mijn favoriet. Maar eigenlijk is dat geen tip. Eén tip over Cowboy. Hoe hij er in de Masked Pops uitziet. Is eigenlijk hoe hij in het echt is. Is geen Cowboy, maar... Het is een beetje hoe hij in het echt is. Een beetje... I was made for loving you, baby. Ja. In de echte kan hij ook heel goed zingen. Voor mij mag Cowboy. Oh, ze zijn alles door elkaar aan het doen. Satisfying.
Sorry hoor, maar ik zit echt met mijn ogen zo dicht bij het beeld. Nu ga ik even verder. Oh, ik kreeg wel een heel te kippenval. Oh, ik ga dood. Ik ga dood. Moet je dan niet eerst mengen? Alles valt eruit als je dat doet. Meng dat eerst helemaal. Oh my god, het is echt zo unsatisfying. Oh, die geluiden zijn zo satisfying. Ah, geluiden. Ah. Oh, horen jullie dat geluid? Laat weten in de comments. Ah. Hello. Er is de... Holy damn, check wat dat eens resultaat is. Oh, love it. Oh. Love it, love it, love it. Ah, satisfying. Ik wil dit ook doen. Oh my god. Ik heb één keer slijm gemaakt en toen ineens was dat steenhard. En ja, het was echt een hele smurrie. Want ik had zo een blauwe en een roze en die heb ik samengevoegd. En dat was paars. Ja, en toen ineens was die weer blauw. Dus ja. Dit gaat toch niks worden? En dan gaat dat weer zeker mooi oranje zijn. Dat eindresultaat is niet echt. Ze hebben dat gewoon op pauze gezet. Een beetje ander slijm gaan halen naar de winkel. En dan hebben ze dat getoond. Zodat de mensen dat zouden proberen. En dan gaat dat niet werken. Dat is hetzelfde met lifehacks. Oh my god, haar handen. Kijk, zie je? Dat kan toch niet eens. Ah, satisfied. Kijk, ineens zijn haar handen niet meer zo, hè. Ineens. Dat kan toch niet? Oh my god. Ze denken dat we niet doorhebben dat dat is. Jongens, hou je van slijm of make-up, zegt er iemand. Ik hou hiervan. Je video's zijn altijd geweldig. Ik vind het geweldig hoe je elke halsband in zijn eigen kom scheet. What the hell? Ik begrijp er echt niks meer van. Halsband? Zo unsatisfying. Zo unsatisfying dat ze die bollen. Die bollen. Ah! Satisfying, satisfying. Nu begint het satisfying te worden met dat ze erop op begint te drukken. Ja, dit leek toch een mannenhand? Ja, maar het is een vrouw. Kijk, zie je, het is echt nep hoor. Oh, maar het is wel echt satisfying. Sorry. Hoe nepper, hoe satisfyinger. Satisfyinger? Is dat een woord? Ik satisfying, jij satisfying, twee settings, satisfyingen. Dit gaat mijn lievelings worden. Deze gaat mijn lievelingskleur worden. Maar het is wel irritant dat blauw daarbij zit. Maar ja, boeien. Even doorspoelen naar wat het eindresultaat wordt. Oh, love deze. Oh, ik dacht wel dat het lichter groen ging worden. Oh my god, dat geluid is zo leuk. Ah! Kijkers help. Ik ga dood. Ik heb keiveel kippenvel. Love dat geluid. Oh, nu gaan ze aan de blauwe beginnen. Kabuya. Ja. Hebben ze daar nu verf in gedaan? Of is dat gewoon make-up? Ja, het gaat make-up zijn, want ze doen alleen maar make-up. Oké. Ik wil echt het resultaat zien. Waarschijnlijk gaat dat gewoon zoals die andere zijn, maar dan een blauw. Kijk, ze zijn nu die lippenstift aan het plat drukken. Ja, waarom doe je dat er dan in? Oké, boeien. Oh my god, wat is het eindresultaat? Please. Oh. Er zat letterlijk een bel in. Zagen jullie dat? Laat weten in de comments. Oké. Oh, dat geluid is zo leuk. Oh. Kijk, zitten daar overal bellen. Oh, love deze. Oh, en nu de roze. Eigenlijk is dat die paarse toch? Maar ze hebben daar dan ineens lichtroze bij gedaan. Waarom ligt er daar zoveel lippenstift in? Dat is echt niet leuk. Oh, check hoe de... check hoe ranzig dat eruit ziet. Ze drukt letterlijk met haar vingers gewoon die lippenstift plat, hè? Letterlijk. Wat een satisfying. Oké, dit begint als satisfyinger te worden. Satisfyinger. Waarom zeg ik heel dit satisfyinger? Kijk, nu gaat dat... Oh, ik weet al welke kleur het wordt. Het wordt de kleur van dat kleine stukje. Zo een beetje roospaars. Ja, dat wordt het. Het wordt echt de kleur roospaars. Kom. Ja, voilà. Kijk, zie je? Zagen jullie dat? Kijk.
Voilà, dit kleur bedoel ik dus. En wat wordt die rode? Ik wil die rode. Oh, ze doen alles nu samen. Oh, love it. Oh, welke kleur gaat dat eigenlijk worden? Dat is echt... Maar zo vies kleur. Eeuw, nu heb je... Wat? Waarom doen ze dat ook tezamen? Ik vraag me wel of wat deze mevrouw na haar opneemtijd doet met dit slijm. Moest je dat in de vuilbak gooien, is dat wel zonde. Dus ja, wat... Ineens heeft ze nog zo'n dingen. Of is dat al vooraf opgenomen? Weet ik veel. Heeft zij nog zo'n slijm gemaakt of zo? Oh, satisfying. Ze gaan gewoon dezelfde kleur uitkomen. Oh, wait, het is anders. Oh, ja, het is gedaan. Doei, kijkers.